verkoopt zijn vaderland voor 5 losse centen. En dan gingen wij, ja, en er waren een stelletje OT'ers bij en dan kochten wij Volk en Vaderland. En dan liepen wij voorbij die gasten en dan liepen we daar onze kont mee af te vegen. Hè. En dan begon het, hè. Waar groeide u op? In Breda, in het Wilhelminapark. Daar ben ik ook geboren. Nummer 64. En mijn vader had een goede zaak in Verfwaren in Groningen. Maar die moest met de mobilisatie in dienst. En toen is die zaak over de kop gegaan. En toen zijn ze naar het zuiden afgezakt. En toen is die vertegenwoordiger in Verf geworden. Speelden jullie veel buiten? Was ja, niet anders. Als je je huiswerk had gedaan, dan mocht je naar buiten. En je haalde van alles uit. Ik zeg wel eens, potverdorie, tegenwoordig krijgt de politie een klap op zijn bek. Maar als wij op het plantsoen liepen in het Wilhelminapark en we zagen een agent aankomen, dan maakten we dat we wegkwamen. En waar zat u op school? De christelijke ULO. De christelijke ULO. Waar gingen jullie naar de kerk? De grote kerk. Op de grote markt, hè. Ja. En daar hadden mijn vader en moeder, dat vond ik prachtig, daar was ik enorm trots op. Die hadden daar 2 gereserveerde plaatsen en daar zat een naambordje op. Dat is tegenwoordig ook niet meer. Waren dat druk bezochte diensten? Ja. En zeker in de oorlog. Zeker in de oorlog, stampvolle kerken. In de nood leert men bidden. Nou hoor ik, als ik u zo hoor praat, toch het verhaal van de betrekkelijk onbezorgde jeugd. Mag ik wel zeggen. Wanneer veranderde dat? Ja, dat veranderde. Ik ben eerst, dat moet ik er even bij vertellen, zijn we natuurlijk 10 mei 1940, mag ik wel zeggen. Want toen barstte de bom, letterlijk en figuurlijk. Zagen jullie dat aankomen? Nou, aankomen niet, maar op een gegeven moment kwamen die Duitse vliegtuigen over. Hè? En toen wist je wel hoe laat het was. Dat was een, wij noemden het altijd het koolpadje. Het koolpadje. Een kolenpaadje van Kolengruis. En daar liepen wij door. En er was een bom terechtgekomen. En daar zijn mijn vriend en ik naartoe gelopen om eens te kijken. Toen kwam hij toevallig een kennis van zijn vader tegen. En dan kregen we van op ons sodemieter. Dat we als de sodemieter moesten maken dat we weer thuis kwamen. toen kwam een paar dagen daarna om de evacuatie, hè. We kregen bericht dat we weg moesten en wij hadden een prachtig hond, een Duitse bokser, een ontzettend lief dier. En daar heb ik vreselijk verdriet van gehad, kan ik me nog goed herinneren. En toen kregen we het bevel dat alle honden afgemaakt moesten worden. En toen heb ik hevig afscheid genomen van die hond, dat weet ik nog eens de dag van gisteren. En toen heeft mijn vader hem weggebracht. En die kwam huilend terug. Hij zei, het was geen gezicht, er lag een berg dode honden. En de volgende dag was het wegwezen en allemaal lopen natuurlijk. Hè. En toen zijn we gaan lopen. Baronielaan, hier langs. En langs de houtbrug. En zo de Rijsbergse weg op. En toen komen we daar aan het eind. En toen ging het al, ja... Het is geen sensatie, maar toen hingen er een stelletje stukgeschoten Fransen in de bomen. En doorlopen. En toen zijn we in Achtmaal terechtgekomen, op een boerderij. Nou, dat moet je nou eens proberen om dat te lopen. Ja, dat was een ramp. En toen zijn we op een boerderij in Achtmaal terechtgekomen. En was het kwestie van afwachten. Waren jullie bang onderweg? Natuurlijk. Als die stoekaars erboven kwamen, dan wist je het wel, hè. Maar u was toen 14 jaar? Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook wel iets spannends had. Het was ook iets spannends. Ja, het gaf iets spannends.
Echt. Ik zeg toch dat ik met die vriend ging kijken waar die bom neergekomen was. Dat vonden we prachtig. Dat hadden we nog nooit meegemaakt. We hebben daar toch al die hele week nog naar Pinksteren gezeten. En toen werd er gezegd dat we terug konden. Maar ja, terug konden was ook lopen natuurlijk, hè. En toen kan ik me herinneren dat er in Rijsbergen, daar stond een Duitse veldkeuken. En daar konden we soep van krijgen. Dus dat deden wij. Ja, wisten wij veel hoe die Duitsers zich verder zouden ontwikkelen. Dus we vonden het al lang goed dat we soep kregen. En toen zijn we uiteindelijk toch weer thuis terechtgekomen. En er was niks gebeurd. Er werd geen uitleg gegeven. Ze gingen gewoon door. Dat was heel gek. Hele rare ervaring. Maar wij hadden een hoofd van een school. Dat was een meneer van der Meent. En die bleek later heel erg pro-Duits te zijn. Die vond dat die Duitse troepen zo georganiseerd waren en gedisciplineerd, dat waren ze ook wel. En dat ze zo mooi zongen, want als die troepen liepen door de Ginnekenstraat of door de Wilhelminastraat, dan was het heel zachtjes, zo, en dan heel hard, 3, 4, en dan begonnen ze allemaal te zingen. Ja, en het was niet slecht, maar hij vond dat prachtig, hij vond dat zo mooi. En daar wijden niet over uit voor de klas. Nou, hij maakte gewoon propaganda. Het gevolg was dat mijn vader hem na de oorlog heeft op laten pakken. En dat hij tussen 2 OD'ers met het geweer in de aanslag heeft op laten brengen. Hij heeft geen zware straf gekregen, hoor, dat niet. Maar ja, dat was in die tijd zo. Maar was het een NSB'er? Was hij lid van de NSB? Nee, het was geen NSB'er, hij was gewoon pro-Duits. En we hadden hier nog een mooi nummer, Jos Driessen. Van de Delpratsingel met zijn kwastenfabriek. En die kende mijn vader. Want mijn vader zat in de verf en hij zat in de kwasten. Maar die vent was helemaal gek. Maar die kwam mijn vader een keer tegen in de Catharinestraat. En toen zegt hij, holthuisstoppers. En hij haalde een briefje uit de zak en zei, lees eens. En dan had hij een verklaring van een of andere zenuwarts dat hij niet gek was. Ja, eerlijk hoor, dat verhaal wat ik nou vertel. Ja, 2 plekken, daar werd gevochten. Dat was bij de HEMA, bij de Mariakapel. En daar stonden ze dan volk en vaderland te verkopen, hè, voor 5 centen. Hij verkoopt zijn vaderland voor 5 losse centen. En daar gingen wij, en er waren een stelletje OD'ers bij en dan kochten wij volk en vaderland. En dan liepen wij voorbij die gasten en dan liepen we daar onze kont mee af te vegen. Hè. En dan begon het, hè. Dan begon het. En dan was dat zoontje van Jos Driessen was er ook vaak bij. En op de Grote Markt was het precies hetzelfde. Er stond in het midden een grote muziektent. En dan kwam, waren we een heel stel. En dan uit de Catharinestraat kwamen ze. En dan reed Jos Driessen op een wit paard. En dan begon alles wat niet pro-Duits was, begon te zingen. Zachtjes gaan de paardenvoetjes. En dan was het koppelriemen los. En dan ging het weer tekeer. Ja. Maar hij zat bij de NSB. Ja. Is dus nog aangemeld bij SS. Nee, zijn zoon wel, hè, want die is naar het Oostfront gegaan. En die is daar gesneuveld. En toen heeft hij op de Delpratsingel een groot feest thuis gegeven, omdat zijn zoon gesneuveld was. Ja, dat ben je toch geschift, hè? Ik ben in oktober 43 ben ik gearresteerd en toen was het feest uit natuurlijk. Ik zat bij een grote spionagegroep.